De vogels in de Biesbos gaan ook in dit rustige jijgertijden vaak op de wieken. Want 5 dagen in de week passeert er een motorjacht dat eigendom is van de PTT. En dat bestuurd wordt door de 49-jarige besteller Kees Schuller. Ik zit hier al meer dan 20 jaar in de Biesbos. Ik ben nu 2,5 jaar schipper. En vooral op deze tijd, die mensen heel weinig te doen hebben, dan zitten ze echt op de postwacht. Die mensen zijn er niks minder dan aan de wal. Krijgen er ook de post thuis. De post heeft er op zich genomen om alle post thuis te bezorgen. Omgekeerd gaat er weer post mee voor de wal. De Biesbos is door de dammen van het Deltaplan geen getijdengebied meer, waardoor de natuurlijke ondiepten niet meer zo makkelijk te zien zijn. Je moet nog wel even uitkijken waar je zit natuurlijk. Je hebt er sommige plaatsen bij, daar staat 1 meter water, maar je hebt ook plaatsen van 10 meter. Het is iedere dag, ja, zie je er weer iets anders, hè. Wat eenden en meerkoeten, waterkipjes, gezanten. Maar alle vogels ken ik niet, hoor. Daar ben ik niet zo'n specialist in. Maar de mensen in dit eilandenrijke gebied kent hij precies. Het zijn zo'n 6 of 7 adressen die Schuller hier dagelijks aandoet. Dan komt iedere dag terug en loopt iedere dag binnen. Dan wordt niet geklopt. En dan wordt niet geroepen hier op de post. Men woont als kind in huis uiteindelijk, hè. De klanten wonen verspreid door de hele Biesbos. Van het ene adres naar het andere is het soms 3 kwartier varen. Ik kom zelf uit Drimmelen. En heel mijn familie die is schipper. En die hebben ook altijd in de Biesbos gevaren. Die hebben niks als het hout en het riet gevaren, hè, vroeger. Maar ja, nou is dat voorbij. Dus die hebben allemaal aan de werk moeten gaan zoeken. Ik ben de enige die bij Tante Post doet. En als vertegenwoordiger van Tante Post moet Schuller elke dag even in de zogenaamde tweelingbus kijken. Ook al weet hij zeker dat er niets in zit. Maar zomers is dat anders. Als hier duizenden watersporters verblijven. Alles gaat hier per boot. Die mensen waar ik kom, die kan er echt niet met de auto van de wal komen. En niet bij huis dan. Die moeten varen. Vorige winter heb ik 2 dagen stilgelegen, niet gevaren. Nou, het is toch behoorlijk winter geweest. 1 dag was het dan vanwege de mist. En 1 dag hadden we geen aanvoer, want dan was de trein allemaal gestagneerd. Dat is iets waar ik niks aan kan doen. Want ik kom hier vaak bij die mensen dat ze zeggen, nou ja, wij hadden jou niet meer verwacht vandaag. Aan het eind van de middag kan postbesteller en schipper Kees Schuller op zijn laatste adres altijd een kopje thee of koffie verwachten. Goedemiddag, hier zijn we nou weer. En bij dat bezoek worden natuurlijk wat alledaagse nieuwtjes uitgewisseld. Vooral ook over het weer. Met die mist van vanmorgen. Ja, dat vallen we niet tegen. Want het is goed donker geweest nog. Maar ik moet ook nog een keer over. Ook nog over? Ja. Want jullie Corrie nog halen. Ik moet Corrie nog halen. Zo zorgt de PTT hier in de stille Biesbos voor de doorbreking van het isolement, waarin de bewoners in deze donkere winterdagen vertoeven.